Beste kijkers, van harte welkom bij het programma Natraj TV Talktime. En in deze uitzending hebben we als gast Carlo Mungra. Hij is muzikant, maar ook actief in de entertainmentwereld. Carlo, van harte welkom in het programma. Kan je wat vertellen over jezelf? Ja, goeiedag Shanti Pakaas en natuurlijk alle kijkers van TV Natraj. Ja, ik ga een en ander over mij vertellen. Ik zit in de muziekbusiness en alom in de brede uitleg van entertainment. En dat is niet voor het eerst. Dat is al meer dan 45 jaar. Ik ben vanaf kleins af begonnen en ja, ik doe heel veel. En ja, ik ben begonnen met trompet spelen, zang, ja, Caribbean Sound toen de tijd, hè, en nog steeds. Zindagi ko bahut pyar humne kiya, maut se haste haste zamane se jayenge hum. Je bent al geruime tijd actief in de muziek. Waarom deze keuze? Ja, ik ben al heel lang bezig in de muziek. Het is al sinds Suriname. Mijn moeder die zong, maar ze mocht niet zingen van mijn vader buiten. De mensen in de omgeving die hoorden, het was gewoon een tweede Latamagisker. Maar je weet hoe het vroeger ging. Papa zegt thuis zingen, gezellig voor de familie, dat is goed. Mijn broer speelde muziek, ja, de hele familie die speelde muziek, zowel van mijn moeders kant als van mijn vaders kant. Ja, vanaf kleins af ben ik hier in Nederland, dat wil zeggen vanaf jongs af. En toen kwam het, ja, trompet, mijn eerste keus. Het is een instrument, ja. Het is een magisch instrument als je het kan bespelen. Het is een instrument wat ook moeilijk te bespelen is. En daarnaast ben ik toen gelijkertijd ook de band Caribbean Sound begonnen. Hoe is Caribbean Sound begonnen? Dat is een heel belangrijk punt. We woonden vroeger, je kent die hele hoge huizen, hè, waar je die 4 trappen moest opklimmen. Daar gingen we oefenen. En ja, op een gegeven moment kwamen we bij Kraakpan terecht. Mijn broer zei, Jimmy Jukwa, waarschijnlijk kent iedereen, of de oude garde. Die speelde gitaar. We zijn opgegroeid in Suriname samen. En toen zijn we een keertje samen naar Kraakpan te gaan. We zouden samen wat doen. Maar daar is eigenlijk Caribbean Sound ontstaan. Jimmy is relaxed begonnen, samen met Romeo Sarju. En ik en mijn broer zijn Caribbean Sound begonnen. Carlo, de Surinaamse diaspora muziek is gevarieerd. Dus ook de keuze van Caribbean Sound. Ook qua band. Maar een stukje van jouw invloeden. Want je vertelde net, je speelt trompet. Ja. Vanwaar die trompet? Ik vond het altijd een mooi instrument. Het is een begeleidend, een solo-instrument. En ja, mijn broer die ging de sax... spelen, maar hij speelde ook alle instrumenten. In Suriname speelde hij toetsen. Had hij bij Frater Orantes, als ik het goed heb geleerd. En ja, hij speelde ook nog alle andere instrumenten. Wat je hem gaf, speelde hij. Maar dus toen kwamen we op het punt van Caribbean Sound tot ontstaan. En dat was het ontstaan, was dus bij, eigenlijk daarvoor al, maar eigenlijk bij Kraakpan, toen de tijd in Rotterdam. Hebben we het dus verder gebracht. En toen was Mastana... En Hafiz zei tegen mijn broer, had iets gezegd tegen mijn broer. En toen heeft mijn broer tegen Hafiz gezegd, wat jij in één jaar hebt gedaan, doen wij 1 week. Neem me niet kwalijk, maar hij zei iets tegen mijn broer. En toen zei mijn broer, wat jij in 1 jaar hebt bereikt, gaan wij in 1 maand doen. Sorry, in 1 maand doen, ja. Nou, ik heb het ook gerealiseerd. In 1 maand heb ik het gerealiseerd, Caribbean Sound. En we gingen gewoon optreden. En dat was, Relax ging op de Hindustaanse markt, wij gingen op een andere markt. En af en toe voor de Hindustanen. We gingen meer bedrijfsfeesten, evenementen, grote festivals. En ja, dat was een hele andere markt dan de Hindustaanse markt. En ja, ik heb er geen spijt van dat ik dat toen de tijd gedaan heb. En het is een heel mooi begin geweest van Caribbean Sound. We zaten met 3 broers erin. Eentje speelde gitaar, die is al overleden. Geraldo, mijn broer. Nou, ikzelf. En dan hadden we Sunil, Ramjas. Heel veel mensen kennen hem als een zanger van een andere band. Maar de grondbeginselen van Sunil, die zijn bij mij begonnen. Van Rajan Paltu, die is bij mij begonnen. Die bracht later zijn broers erin. En 2 broers van hem. En ik kocht echt alles voor die jongens. En wat ze ook wilden, dat gebeurde ook. En we gingen een hele andere markt op. Echt bedrijfsfeesten en zo. En af en toe op de Hindustaanse markt. Het diaspora van muziek. Nou, dat is oneindig eigenlijk. Hè? Muziek is oneindig. En om dat uit te leggen, ja, dan moet je heel diep gaan. Je moet weten wat de roots is. Bijvoorbeeld Edgar Pandey, ik had een interview gezien. Die is ook bij mij onbegonnen. Edgar is ook een neef van mij. Pandey. Bij Rudi Baldew Singh. Daar praat ik jaren 60. Die was hier al in Nederland. En die ging samen, later kwam Mohamed Sherif naar Nederland. En het is mijn mama, mijn moeders broertje, Rudy Baldew Singh. Ook overleden, hè? Ja, 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 alle 2 zijn overleden. En Rudi Baldew Singh, die ging voor Mohamed Sherif muziek maken, maar ook schrijven. En dat was leuk. Dat was leuk als je de oude tijden terugdenkt, als je kijkt als kleine jongen. En toen is Rudi Baldew Singh, ja, die trad overal op met Mohamed Sherif. Hij had ook zijn eigen bandje. En toen kwam Edgar, familie, ook van Rudi Baldew Singh. Rudi heeft Edgar Pandey in Ametitia laten optreden. En daarna is Pandero ontstaan. Is Boko voor zichzelf begonnen. Die zag een gat in de markt. En zo is Boko de Hindi-pop begonnen. Je bent al meer dan 20 jaar actief, dat gaf je net aan, in de muziekscene. Wat wil je bereiken met de huidige band? Kijk, ik ga even in op het vorige. En dat is over het muziekgebeuren. Dus we zaten kraakpand, Hafiz had wat tegen mijn broer gezegd. Nou, binnen een maand stonden wij al op de bühne. Ik heb een broer, René, die woont hier niet meer, die zit ergens in de Filipijnen. En die was gewoon de manager en de promotor van de band. Hij had ook een tour geregeld door heel Nederland en andere landen in Europa. Dus we gingen ook op tour, wandelen, alles. Het mooie van alles is met muziek, wat wij gedaan hebben, is dat wij dus heel veel plaatsen hebben opgetreden. Wat toen ja, een mogelijkheid gaf, een hele andere scene kwamen terecht. En dat is tegenwoordig de dag heel moeilijk. Want de Surinaamse, Hindustaanse muzikant, laat me het zo zeggen. Ook de Surinamers gewoon, dus de Kriolen, de Javanen. Die mikken op één publiek, hun eigen publiek. Wij waren breed met muziek, we speelden alles. Merengue, soca, souk, kaseko, Hindustaans. En alles op eigen kracht. We namen geen bekende zangers. Ik maakte je bekend. Snap je? De band maakte je bekend. En dat is een kracht van muziek. Geloof in jezelf. En dan kom je er. En ik speelde trompet. Mijn broer Geraldo, die schreef dus samen met mij de partijen. En ik weet nog, we speelden een keer op een Hindustaanse evenement. Een dansavond was het. En Naya Roosny, die zou na ons spelen. En we speelden. En Stan Lokin, die kwam binnen. Die was een blazer. Hij is wijlen, Stan Lokin. En die hoorde dus de blaaspartijen. En hij vroeg wie de blaaspartijen heeft geschreven. Nou, dat was mijn broer Geraldo en ik. En die zei, die basispartijen ga ik overnemen en ga ze ook zo schrijven. En dat vond ik echt een compliment van Stan Lokin. Om dus een grote naam die dat toch wat heeft, ja, die man die gaf je gewoon erkenning, ook als muzikant. En dat heb je niet onder de Hindustaanse muzikanten, de Surinaamse muzikanten. Ze geven elkaar geen erkenning. Ze kijken elkaar aan, ze lachen met je, ze praten met je. Dat is sinds ik in de Hindustaanse wereld ben gekomen met muziek. En ze wensen je allemaal de dood. Dat je niet ver komt. Of ze pikken je optredens af. Ze gunnen je niks. En dat is jammer. Ik vind dat echt heel jammer. Want eenheid maakt kracht. Kom je veel verder. En ja. Maar in ieder geval, over mezelf verder. Ik heb dus trompet heb ik geleerd van Pa Gadam. En wie is Pa Gadam? Het is niet de vader van Glenn Gaddum. Het is de opa van Glenn Gaddum. Dat is de vaders broer. Gaddum, die was een bottomang. En later zat hij in het leger. En hij ging overal naartoe. En daar heeft hij verschillende stijlen muziek bij elkaar gebracht. Je hoort ook als je de kaseko speelt. De kaseko is een heel ander soort muziek. Het is een eigentijdse ontwikkeld Surinaamse muziek. Echt van Suriname. En dat weten heel veel mensen niet. Ze zoeken, ik zie, je hebt kaseko time, je hebt dit, dat. Maar die oude mensen zoals Pa Gadam, Scheermaker, Oldestam. Dat zijn de muzikanten van de Surinaamse muziek. En ja, sinds ik kleins af ben, hou ik van kaseko. En Pa Gadam, die heeft dat dus ontwikkeld. En toen had je de oude stijl kaseko. En zo is het verder ontwikkeld. De Scraatje kwam erbij. En nog meer van die dingen. En daarvan uit ben ik dus... mijn vader, had ik al gezegd, heeft tegen mij gezegd... Als je wil spelen, leer muziek. Leer muziek lezen en schrijven. En dat heb ik ook gedaan. En daarna ben ik mezelf verder gaan ontwikkelen. En mijn broer en ik, ja, we zijn nog steeds hoor. Hij is alleen niet meer zo actief in de muziek. We waren echt bezig met muziek. En als we ergens stonden, dan stonden we ook. Bijvoorbeeld zomercarnaval. De eerste 10 jaar, de eerste Surinaamse band die 10 jaar heeft meegedaan met zomercarnaval. We hebben ook prijzen gewonnen. En ja, het ging echt los daar. Zo stonden met 4, 5 blazers. Namen als ja, de gebroeders Paltu, Sunil. Shalindra heeft zelf meegedaan. De gebroeders Doenmoen, Sanjay, Ravin, Dierutje, Doenmoen. Nou, ik heb al die jongens meegebracht. En ze hebben een hele ervaring, andere ervaring in hun leven meegemaakt. Waar ze de oude route van carnaval, over de kruiskade... meer dan 1 miljoen mensen hebben gespeeld. En dat was een andere kick. Echt een andere kick. En we hebben, ja, het was echt top. Ja, Carlo, tot slot. Heb je nog een boodschap voor de diaspora music community hier in Nederland? Ja, de diaspora community hier in Nederland. Dat wil zeggen, ik heb een boodschap voor ze. Dat is goed begrijpend naar hun toe. Gun elkaar alles. Dan kom je vooruit. Maar ontwikkel jezelf. Je eigen ontwikkeling van zelfvisie in het muziek is heel belangrijk. Als je zelf kan ontwikkelen en goed op je benen staan, wees zeker van jezelf als je op de bühne staat. En geef een show. Een show naar je klanten toe. Want als je de show geeft naar je klanten, die je inhuren, dan heb je een hele andere feeling en groove. En wees niet een andere, maar ga ook niet iemand anders imiteren, maar jezelf. En als je dat doet, dan sta je heel anders in je schoenen. En er wordt heel anders naar je gekeken. Want je bent jezelf aan het ontwikkelen. En daarnaast is het, ja... Ik heb heel veel gezien met de beveiliging, persoonlijke beveiliging van artiesten. Want ik heb bijna alle Indie-artiesten, Amerikaanse, Engelse artiesten gedaan. Daar zie je ook dat zij zichzelf ontwikkelen. Maar als je dus zelf ontwikkelt, ook je eigen stijl. Je kan nooit zingen als een Indiër. Zing gewoon met je eigen stem. Dan heb je een heel ander gevoel. Je brengt het, je brengt het over zoals jij het wil. Met jouw hart, met je ziel. Vanuit je tenen komt het dan eruit. En dan heb je een heel andere groove. Een heel andere feeling. En het is, samen maak je muziek. Je maakt geen muziek alleen. Je maakt muziek Met een zanger heeft een muzikant nodig, een muzikant heeft een zanger nodig. En als je dat kan begrijpen, dat je geen ego-tripper bent in de muziek, dan kom je veel verder. En ja, dat is een van de belangrijke dingen wat ik vind in de muziek. Okay. En ook het diaspora daarvan. Nou, dat is een hele mooie visie en ja, conclusie wat je geeft. Ook aan de mensen die zitten te kijken en die ook van plan zijn om misschien zelf een band op te richten. Ik wil je heel hartelijk dank zeggen voor de komst in de studio. Ik wens je heel veel succes toe met je verdere optredens en activiteiten in Nederland. Ja, bedankt. We zijn wel, moet ik nog wel kwijt, we zijn bezig met een live opname van Caribbean Sound. En wij doen het nu nog als hobby, muziek. En als het goed is komt het eind december, eind januari. Komt het uit als promo voor de mensen gewoon. Daar weten ze dus. En daar zullen ook een paar Hindustaanse nummers op zijn. Gezongen door Bobby Jacob. Iedereen kent bijna Simon Joggi. Dat is de man die Chris Malou gitaar heeft leren spelen. En Jwala. En ja, Glenn Bawanidin. En ja, de andere jongens natuurlijk van de band. En ik zing zelf er ook op. Ik heb een eigen Kaseko-nummer. Ik heb er nog meer geschreven. Maar een van mijn nummers die ik zelf heb geschreven, een Kaseko-nummer... die ga ik er ook op zetten. Oké, nogmaals, hartelijk dank voor je komst. En graag gedaan. Succes. Graag gedaan, Shanti. En de volgende keer gaan we over andere entertainmentactiviteiten praten. U heeft gekeken naar het programma Natraj TV Talktime. En we zien u graag de volgende keer weer terug.